Het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO hebben een informatiesessie gehouden over de Nationaal Coördinatiemechanisme, NCM. Het kader hiervoor is handhaving van de tabakswet van Suriname. De sessie moet een fundament leggen voor handhaving en naleving van eerder genoemde wet. Na 10 jaar kan eindelijk invulling gegeven worden aan artikel 19 van de tabakswet 2013, waarin staat dat een orgaan moet komen over ontmoediging van het gebruik van tabak en of tabaksproducten. NCM zal het voornoemde moeten bewerkstelligen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 16 augustus 2023 met een aannemer een contract getekend voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor het ministerie van Volksgezondheid en het BOG. Het nieuwbouw is onderdeel van het door de IDB gefinancierde Health Service Improvement Project. De werkzaamheden aan het gebouw aan de Rode Kruislaan gaan binnenkort van start. De plannen voor een nieuw hoofdkantoor dateren van 2017 en de lening voor de uitvoering van dit project is reeds in 2018 gesloten. Het Asicura-systeem voor douanegegevens heeft een upgrade ondergaan en is thans sterk beveiligd. Zo laat Derek Hanenberg, vicevoorzitter van de presidentiële werkgroep Upgrade Asicura-systeem, doorschemeren. Het systeem was volgens hem dringend aan vervanging toe, daar de servers waar het voorheen op opereerde ruim 10 jaar oud waren. De upgrade was noodzakelijk voor het verhogen van de veiligheid van het systeem. Het Asicura-systeem zorgt voor een vlotte afhandeling van de procedures bij import en export.